Een groep studenten en personeelsleden van de Radboud Universiteit in Nijmegen riepen op om vanmiddag een protestactie te houden. De demonstranten hadden een duidelijke mening. Ze vinden dat de Radboud Universiteit hun banden met Israël bekend moeten maken en moeten verbreken. Rond 13:30 verzamelden de demonstranten zich op het Erasmusplein. Om 14:30 verlieten de studenten en personeelsleden hun lessen om te gaan protesteren. Het is onderdeel van de landelijke walk-out-actie. Hier en daar werden wat vlaggen en boodschappen getoond en waren er toespraken van verschillende mensen. Ook werden er tentjes opgezet op een grasveld van de universiteit. Tijdens de demonstratie werd er aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza en voor de demonstraties die vorige week in Amsterdam door de politie werden gestopt. Het protest had daarnaast één duidelijk doel. Ja, wij staan hier vandaag om onze eisen kenbaar te maken aan de universiteit. Onze eisen zijn, zoals je het op de achtergrond misschien hoort, het duidelijk maken van banden met Israël. Dus welke academische banden lopen daar, wat houdt dat precies in? En om die banden ook te staken, want Israël die pleegt een enorme genocide in Gaza op dit moment. Er zijn heel veel mensen in de hoek gedrukt, worden gebombardeerd, sterven daar en masse. Wij willen niet dat onze universiteit daar indirect aan bijdraagt. Want Israëlische universiteiten die werken vaak samen met het Israëlisch leger. En daar komen dan allemaal dingen uit voort die dan weer helpen in die bezetting en die onderdrukking. Nou, de banden moeten gebroken worden, want wat we zien wat Israël doet in Gaza is natuurlijk onacceptabel. En de Radboud Universiteit, wij willen als Radboud studenten niet dat de Radboud Universiteit ook maar iets te maken heeft met de afschuwelijke dingen die er in Gaza gebeuren. En we staan hier vandaag ook deels om een hart onder de riem te steken van de universiteiten die de studenten die op universiteiten in Amsterdam en Utrecht flink in elkaar zijn gerost. Ook omdat zij alleen hun mening lieten weten. Dus daarom staan wij hier vandaag. De demonstratie werd druk bezocht. De demonstranten zijn dan ook voorzichtig positief over de kans dat er iets mee gedaan wordt. Ik hoop groot, maar ik weet het niet. Ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar ik hoop groot. Ik hoop dat dit ze wakker schudt en meer zal opleveren dan een blogpost of twee. Het is natuurlijk iets waar zowel onze overheid als onze universiteiten liever niet vanaf willen zien, hè, die banden. Maar wij blijven druk zetten tot dat lukt. Education no more!